laten zien wat ik al... Wow. Hey, vandaag ga ik jullie laten zien wat ik dagelijks in mijn tas draag. Wat ik dus bij me heb in mijn tas. Dus de What's in my bag video. Deze tas heb ik voornamelijk bij me. Ligt ook een beetje aan de kleding die ik draag. Want ik match vaak mijn tas af op de kleding die ik draag. Dus vandaag heb ik veel bruin tinten aan. Dan pak ik altijd deze tas. En ik zal dan ook laten zien aan jullie wat er in deze tas zit en wat ik bij me heb. Deze tas is afkomstig van de Schoenenreus. Ik vind dat ze daar voor een mooi budgetprijsje altijd wel leuke tassen hebben. En je betaalt dus niet zo heel erg veel voor een tas. En dat past precies mooi bij het budget wat ik vaak heb. Ik heb dus, ik heb helaas niet het budget om een mooie Michael Kors tas te kopen. Maar anders had ik dat zeker wel gedaan. Dat is echt iets wat nog op mijn wishlist staat. Dus goed sparen. Wie weet ooit komt die ook nog wel. Dit is gewoon een bruine nepleren tas. En er zitten studs op de voorkant en op het hengsel. Dan nu de inhoud. Ik zal jullie even een kijkje geven. Voor zover dat lukt. Ik haal het er gewoon allemaal uit en dan laat ik jullie zien wat erin zit. Als eerste bovenop ligt dit make-up tasje. Vaak, ik ga niet altijd met make-up de deur uit. En daarom heb ik in dit tasje eigenlijk alle basics zitten voor een mooie natuurlijke make-up look. En wil je nou precies weten wat hierin zit? Klik dan op het schermpje van het tasje. En dan ga je naar mijn make-up stash. Daar kun je precies zien wat erin zit. Daar laat ik het zien. Dan een agenda. Altijd handig. Heb ik ook altijd bij me. Zodat ik allemaal afspraken kan opschrijven erin. Dit is gewoon een heel simpel budget agenda van de Action. Ik heb altijd een jaaragenda. En ik kon geen andere vinden. Of ja, ik had niet goed gezocht. Ook dat niet. En ik had er gewoon op dat moment eentje nodig. Dus ik had er even snel bij de Action ingehaald. En ik vond hem eigenlijk wel schattig. Roze met bloemetjes erop. Hij is wel erg klein. Dat vind ik wel een nadeel. Want ik ben wel iemand die er van alles inschrijft. Maar echt dingen voor mijn blog bijvoorbeeld. Die hou ik in een ander soort schriftje bij. Maar dit is voornamelijk alle belangrijke afspraken. Alle kleine dingetjes. Zoals dat het vuil buiten moet staan. Dat ik naar school moet. Werk, dat soort dingetjes schrijf ik altijd op in de agenda. Dan mijn portemonnee. Heb ik ook altijd bij. Gewoon een heel simpel basic portemonnee. Ziet er niet heel mooi uit. Maar dat maakt voor mij ook niet uit. Hij is wel daarentegen heel erg handig. Ik kan hier al mijn pasjes kwijt. Of de voornamelijkste pasjes. Verder heb ik dan hier alle pasjes nog in zitten. En wat ik gewoon heel erg handig vind uit deze portemonnee, en daarom heb ik hem eigenlijk ook gekocht, was dat je hier het losgeld in kunt doen. En dan sta je dus niet bij de kassa te tellen van, oh, heb ik nog een 5 centje, heb ik nog een 10 centje? Nee, ik kan gewoon heel makkelijk, 10 cent, nee, heb ik wel of heb ik niet. Dat is gewoon heel erg handig en het scheelt gewoon tijd. En daarom vind ik hem eigenlijk wel handig en prettig in gebruik. Dan mijn telefoon zit er ook altijd in. Die kan natuurlijk niet ontbreken. Ik heb een roze hoesje van de Action. Bij de Action heb ik hem geloof ik gekocht. En daar zit mijn iPhone 4 in. Met de pasjes. Dit pasje zit er altijd in. Van de OV. De Rabobankpas zit er niet altijd in. Dus maar wanneer ik hem nodig heb, stop ik hem er gewoon bij. En heb ik alles eigenlijk bij me. Iets wat er ook altijd in zit zijn mijn oortjes. Ik luister ontzettend graag muziek, vooral in de bus en bij lange reizen. Ik woon in een dorpje en ik woon zeg maar tussen Den Bosch en Nijmegen in, ergens. En wil ik naar Den Bosch toe, dan ben ik een uur, gemiddeld een uur in de bus. Ja, net iets minder, 3 kwartier tot een uur in de bus. Wil ik naar Nijmegen, dan zit ik ook eigenlijk echt wel een uur in de bus, omdat die aansluiting gewoon minder goed is. En de bus niet, de bus gaat wel rechtstreeks, maar dan moet je eerst weer 20 minuten wachten. Dus uiteindelijk maakt het niet zo heel erg veel uit de tijd. En bij zulke lange reizen vind ik het wel prettig om gewoon een lekker muziekje te luisteren, een YouTube filmpje te kijken, noem maar op. Vandaar de oortjes. Ik heb
Mijn oortjes zijn van Philips. En ik vind ze ontzettend prettig. De muziek komt er heel mooi in over. Ik heb ook de originele iPhone oortjes. Maar die heeft mijn vriend had die in gebruik. Die zijn, vind ik eigenlijk ook nog prettiger. Daar hoor je ja, gewoon de tonen beter in. En dat maakt de muziek gewoon veel mooier eigenlijk. Dus oordopjes. Omdat ik altijd verkouden ben, heb ik ook een pakje zakdoekjes erin zitten. Ik heb ontzettend snel een loopneus. En ja, dan zul je altijd zien dat je niks bij je hebt. Of ja, ik kan het moeilijk ergens aan af gaan smeren. Vind ik vies. Dus zakdoekjes altijd handig om bij te hebben. Dan heb ik nog iets van een snoepje meestal bij me. Stophoest zit erin en fresh mints. Dus ja, gewoon iets voor een lekkere adem. Of gewoon even als je ja, een beetje een droge keel hebt, iets om op te kauwen. Vind ik altijd wel heel erg lekker. Dus die heb ik bij me. Dan heb ik altijd een deodorant in de tas zitten. Soms dan ben ik 's ochtends zo haastig. En dan is altijd de deodorant iets wat ik vergeet. Echt standaard gewoon. Ik vergeet of mascara op te doen of deodorant. Ik weet niet hoe het komt, maar dat zijn twee dingen die ik altijd vergeet. En die dingen zijn gewoon best belangrijk. Ja, een make-up look zonder mascara ziet er heel apart en ja, niet helemaal af uit. En ja, deodorant, ja, je gaat gewoon ruiken gedurende de dag. Dus het is wel prettig om dan een goede deodorant bij te hebben. Dit is de Dove Beauty Finish. En dit is met zeezout, als ik me niet vergis. Ja, dus met zeezout. Hij ruikt ontzettend lekker en hij blijft ja, lang zitten. Dus een goede deodorant. Ik ben sowieso wel fan van de Dove deodorants. Die zorgen er wel voor dat, ja, dat de geur lang blijft zitten. En dat, ik, ja, dat je minder snel de transpiratiegeur er doorheen ruikt. Dan heb ik nog van Body Benefit handspray, desinfecterende handspray bij. Vind ik ook altijd wel lekker. Als je ergens bijvoorbeeld naar de wc bent geweest waar het niet helemaal fris is. Of ja, op mijn werk had ik bijvoorbeeld wel eens dat ik mensen moest wassen. Of ja, ik zal de details besparen. Dan vond ik dit altijd wel lekker om daarna gewoon even mijn handen mee in te smeren. En ja, je werkt toch met andere mensen. Je werkt toch met, ja... Iedereen draagt ook bacteriën bij zich, dat soort dingen. Dus daarom is dit, vind ik wel handig om altijd bij te hebben. Ook heb ik altijd een geurtje bij me. Deze zit er toevallig in. En een tasverstuiver die ik heb laten vullen met de geur naar keus. Deze had je al in een video kunnen zien. En ik heb Christina Aguilera Unforgettable zit er ook in. Dan heb ik ook nog altijd iets bij voor de lippen. Van de Body Shop. De lip butter in de... honingversie zit erin. Deze is ontzettend lekker. Hij ruikt ook heel erg lekker. Hij smeert lekker. Hij is lekker cremig. Een soort ja, vaseline structuur. Maar dan net iets minder kleverig. Echt heel fijn. Dan als laatste heb ik nog altijd een pen bij me. Want ja, als ik in mijn agenda wil schrijven, zal ik toch iets nodig hebben om erin te kunnen schrijven. En daarvoor is een pen dus handig. Dan heb ik meerdere pennen in mijn tas zitten. Omdat ik gewoon echt iemand ben die heel veel pennen uitleent. En anders dan laat ik ze wel ergens liggen. Of raak ik ze op een andere manier kwijt. Dus pennen in overvloed vaak in mijn tas. Dat is alleen maar handig en ja, fijn om bij te hebben. Dat was mijn tas. Hij is helemaal leeg. Dat je deze What's in my bag videofilm leuk vond. Ik wil je weer bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Zou ik hartstikke leuk vinden. En wanneer je deze film leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. Hartstikke bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel. Doei doei!